Een in een droom gedroomde droom. Een hoorspel van Patricia Monaco. Vertaling Fred Hugas. Regie Bert Dijkstra. Vanochtend heb ik mijn man vermoord. We zaten samen aan het ontbijt en hij zei maar steeds, zoals iedere ochtend trouwens, hoe onredelijk het wel is dat ik nooit naar het waarom van de dingen vraag. En nooit vraag, wie is daar, als er iemand aan de voordeur belt. Hij zegt altijd dat ik het verschil tussen fantasie en werkelijkheid niet ken. Hij vindt dat ik er vreselijk dwaze dromen op nahoud en dat ik meestal maar een hoop onzin uitkraam. Ik zou geen gedichten moeten lezen onder het koken. En dan het feit dat ik van abstracte schilderijen hou. Conclusie? Ik ben absoluut hopeloos. Terwijl hij vanochtend al deze afschuwelijke dingen tegen me zei, belde er iemand aan de voordeur. Hij stond op en zei mij te blijven zitten, omdat ik toch maar voor iedereen open zou doen en ik de melkboer niet van de postbode zou kunnen onderscheiden. Dus nam ik een geroosterde boterham. Hij kwam terug met een brief in zijn hand en zei dat hij voor mij was. Vreemd, zei ik, op dit uur? Het was een expresbrief. Van wie kan dat zijn, vroeg ik. Van een zekere Maurizio Sali, antwoordde hij. En wie mag Maurizio Sali wezen, vroeg ik weer. Hoe moet ik dat weten, zei hij nogal gespannen, terwijl hij me onderzoekend aankeek. Ik moet een tamelijk vreemde uitdrukking op mijn gezicht hebben gehad, want hij zei dat hij het geheel behoorlijk verdacht vond en dat iemand die mij op dit uur van de dag een expresbrief stuurde, niemand anders kon zijn dan mijn minnaar. Absoluut belachelijk. Ik was werkelijk te verbaasd om te kunnen reageren, terwijl hij maar doorging met zijn logische manier van denken en zei dat een vrouw zoals ik, met te veel fantasie en altijd zo goed gelovig, wel een minnaar moest hebben. Wie fantasie heeft, is immoreel, zei mijn echtgenoot, want zo iemand zit met te veel dingen waar een normaal en goed opgevoed mens nooit aan zou denken. Ik zat daar maar en staarde hem met open mond aan, wat hij weer hield voor een schuldbekentenis. Hij stond op, begon tegen me te schreeuwen over de walgelijke boeken die ik las, en nog steeds niet in staat te reageren, kreeg ik een klap van hem. Nou, als er iets is waar ik niet tegen kan, dan is het wel lichamelijk geweld. Ik verloor mijn kalmte, keek om me heen en zag op de tafel een revolver liggen, naast de boter. Die pakte ik op en ik schoot op hem, om hem bang te maken. Maar hij viel op de grond, dood. Ik wist niet wat ik moest doen. En op dat moment belde er iemand aan de voordeur. Dit droomde ik vannacht. Nu ga ik het ontbijt klaarmaken. Goedemorgen, schat. Morgen. Dat is de tweede keer, als ik me niet vergis. Ik vind het best aardig als mensen elkaar groeten bij iedere ontmoeting. Zou jij iemand groeten die je nooit ziet? Ja, dan gaan we weer. Luister eens, ik ben moe. Hoe is dat nou mogelijk? Je bent net op. Precies, en je weet dat ik altijd moe ben als ik opsta. Ja, schat, dat zeg je me iedere ochtend. Ja, jij geeft iedere ochtend hetzelfde antwoord. Probeer eens een andere tekst. Misschien krijg je een ander antwoord. Ik ben moe. En ik zeg niet dat ik er niet ben, alleen om jou plezier te doen. Laten we dan eens over iets anders praten. Zoals? Nou, luister nou eens, schat. Er moeten toch andere onderwerpen zijn voor gesprek dan jouw vermoeidheid. Laten we eens kijken. We zouden het over de zon kunnen hebben. De zon? En als het nou regent? Oh, als het regent zou het leuk zijn om thuis te blijven en naar buiten te kijken. En als je dan toch uit moet? Nou, in dat geval doe je je laarzen aan en je gele regenjas. Dat zou fantastisch zijn. En als je nou geen gele regenjas hebt? Dan zou het leuk zijn om te zeggen,
Oh, is het niet heerlijk om in de regen te lopen in een rode regenjas? Rood? Ik geloof dat je gek geworden bent, hè? Stel je eventjes voor, een directeur in een rode regenjas. Waarom niet? Een directeur in een rode regenjas zal 's ochtends vast niet moe zijn en het leven van de vrolijke kant bekijken. Nou ja, van de verkeerde kant zou je bedoelen. Net zoals die types waar je zo van houdt. Ik hou helemaal niet van ze. Ik probeer ze alleen gewoon te vinden, dat is alles. En als jij nou eens een homo was geweest? Onmogelijk, mijn vader was admiraal. Ja, dat weet ik. Weet je wat ik vannacht heb gedroomd? Waarom ben ik er nou weten? Waarom wil je me toch altijd die dromen vertellen? De ene onzinnige droom naar de andere. Waarom toch? Kan ik het helpen? Luister, schat, dromen is geen misdaad. Maar je vindt het wel leuk. Mm-hmm. Je vindt het heerlijk. Je hebt je dromen zalig. Je bent er dol op om in een staat van waanzin te verkeren. Dat kan ik niet ontkennen, maar dan nog. Het zijn maar dromen. Ja, maar dat betekent dat je niet genoeg hebt aan de werkelijkheid. Dat je niet genoeg hebt aan mij. Ik ben gewoon dol op dromen. Misschien in de armen van een ander? Schat. Dat zal je minnaar zijn. Schat, waar heb je het toch over? Ik ga wel kijken wie er is. Nee, in hemelsnaam blijf jij zitten, hè. Jij zou zelfs moordenaars binnenlaten. Je vraagt nooit wie er is. Zo zou je ook nooit papieren lezen die je tekenen moet. Ja, kom. Het is een brief. Voor jou. Wat gek op dit uur. Van wie kan het zijn? Een zekere Maurizio Sale. En wie mag Maurizio Sale willen lezen? Weet jij dat niet? Zou jij degene niet kennen die jou een brief schrijft en dan nog wel een expressebrief? Gisteren kregen we een brief van de gemeente dat we onze stad schoner moesten houden. Dat is wat anders. Dat weet ik, maar ik wil alleen maar aantonen dat het mogelijk is. Wat bedoel je met mogelijk? Nou, dat het best mogelijk is dat je een brief krijgt van iemand die je niet kent. Dat was een, hoe heet dat ook weer, een algemeen rondschrijven, geen expressebrief. Hij zal haast hebben. Wie? Nou, hoe heet hij ook alweer, die meneer die mij schrijft? Maurizio Sale. Die naam is niet nieuw voor mij, weet je. Logisch. Hij is je minnaar. Schat, ik heb geen minnaars. Ja, dat zeg jij. Hoe moet ik bewijzen dat ik geen minnaars heb? Ja. Mijn leven is onberispelijk. Ja, dat is echt een woord voor jou. Voor onzin, je hebt veel te veel fantasie. Wat bedoel je daarmee? Iemand met te veel fantasie zit met te veel dingen waar normale en goed opgevoede mensen niet van zouden dromen. En dan die boeken die jij leest. En die absoluut afgrijzelijke gedichten waarmee jij je kleine lege oogje volpropt. En die walgelijke abstracte schilderijen die je mooi vindt. Nou, en dan die dromen. Ja, die dromen. Wat zei je? Ik zei die dromen. Die dromen kunnen gevaarlijk zijn. Je bent niet gevaarlijk. Je bent gewoon immoreel. Immoreel als een poes. Iemand die de werkelijkheid niet van fantasie kan onderscheiden, kent de grenzen niet waarbinnen de moraal ligt. Inderdaad, zeer logisch gedacht. En daarom denk ik dat jij een minnaar hebt. Dat zou ook logisch zijn. En hij heet Maurizio Sale. Ja, waarom niet? Probeer er geen grapje van te maken, hè? En te doen alsof je toegeeft. Ik heb jou de laatste tijd in de gaten gehouden. Je bent vrolijker dan anders. Het is lente. Je gedraagt je opvallender dan anders. Ik bloei op na de winter. Je bent opgewonder dan anders. Omdat het zomer wordt. Allemaal duidelijke aanwijzingen dat jij een minnaar hebt. Als ik jou van kantoor opbel, dan ben je er vaak niet. Ik ben vaak aan het wandelen. Het is lente. Jouw lente heet Maurizio Sale. En nou heb ik er genoeg van. Jij hebt er genoeg van. Jij. En waar gaat niet om uit te lachen? Jij weet dat ik lichamelijk geweld haat. Ik zal de waarheid uit je krijgen. Oh, mijn god. Hij is echt dood. Dat doen? Zal ik de dokter bellen of de politie? En wat deed die revolver op de ontbijttafel? Het was niet mijn bedoeling. Hallo.
Hoe laat is het? 8:30. Zo laat al. Maak je niet druk. Je hoeft niet naar kantoor vandaag. Nee, maar ik heb een afspraak om een revolver te laten testen. Oh, schat. Nou je het over je revolver hebt en dat soort enge dingen. Wat ik vannacht droomde, dat was zo grappig. Nou ja, meer vreemd dan grappig eigenlijk. Maar ja, goed. Schat, dit soort dingen wil ik liever aan het ontbijt horen. Als je het niet erg vindt. Ja. Ik wil het je liever nu vertellen. Anders vergeet ik het. Het was zo vreemd. Het moet te maken hebben met het feit dat we vanochtend laat op zouden staan. Ja. Ja. We hebben lang geslapen. En ik heb 2 keer gedroomd. Als ik me goed herinner. Ja, 2 keer. 2 dromen die praktisch eender waren. Maar het grappige is dat ik eerst droomde dat ik droomde. En daarna droomde ik feitelijk. Ja, moet je zorgen, Charles, wat vreemd. Ik droomde dat ik droomde. Ja, maar ik dacht dat dat onmogelijk was. Dromen dat je droomde? Nou, dat is wel het meest onzinnig wat ik ooit gehoord heb. Ja, toch ging het zo. Aan het ontbijt ga ik verder. Nou zal ik je alles vertellen. Eerst droomde ik dat ik droomde. En daarna droomde ik echt. En in die tweede droom, die precies leek op de eerste, die een droom in een droom was... Luister, schatje. Ik word een beetje duizelig van al die dromen van je, hè? Ik stond al uitgeput op. Dus al alsjeblieft een beetje rekening met me. Ja, maar schat, jij kwam ook in die droom voor. Dus laat het me nou alsjeblieft afmaken. Het kan me geen bal schelen of ik in die droom voorkwam of niet. Dromen, dat is niet de werkelijkheid. Alsjeblieft, probeer over iets anders te praten. Als je dan beslist moet praten. Laten we over het weer praten. Eindelijk. De zon schijnt. Maar het regent. Ja, ik geloof dat je gelijk hebt. Het regent, inderdaad. Oh, wat is het toch mooi om te kijken naar die plassen... waarin de regendruppels zo volmaakte cirkeltjes neerschijnen. Ja, fantastisch om in die plassen terecht te komen. En die kostelijke grijze lucht... die je in watten lijkt te wikkelen. Ja, dat maakt de mens kwaad en zwartgallig. Maar waarom? Het is allemaal zo mooi. Nou, ik begrijp je werkelijk niet, hoor. Jij bent zo irrationeel... Daar gaan we weer. Jij leeft in je eigen wereld waar ik geen deel aan heb. Waar ik buiten sta. Schat, je weet dat dat niet waar is. Ik heb altijd gewild dat jij in mijn wereld kwam. Maar zou jij dat willen? Wat bedoel je met in jouw wereld komen? Je moet in de mijne komen. Het is niet alleen mijn wereld, maar die van iedereen. Stap toch uit die onzinnige wereld van jou met al die onzinnige dromen. Jij droomt altijd. Nou, dat denk je alleen maar omdat wij elkaar alleen 's ochtends zien, als ik net gedroomd heb. Schatje... Ja, en we zien elkaar 's avonds pas terug. Ja. En alleen maar om akelige gesprekken over allerlei praktische en vervelende en oninteressante dingen te vermijden. Ja. Daar, nou, probeer ik jouw belangstelling te wekken door over mijn dromen te vertellen. Nou, in de hoop dat jij, al is het maar voor even die... Ja, die volslagen, hoe zal ik dat nou zeggen, die eentonige dagelijkse sleur zou vergeten. Dus jij denkt dat mijn werk oninteressant en vervelend is? Misschien denk je wel dat ik dat ben. Dat is niet waar. Als ik vervelend en oninteressant ben, dan ben jij een oude hoer. Hé, hoe durf je? Je gedraagt je als een idioot en volslagen onvolwassen. Jij praat als een kind. Ja, ja. Vind je dan van niet? Ook dacht je dat ik me daarmee beledigde. Misschien weet je niet, nou, zou je het ook weten moeten. Maar kinderen zeggen vaak de waarheid. En daarom kun jij ze misschien niet uitstaan. Dat heb ik nooit gezegd. Ik wilde alleen maar zeggen dat... Wat is dat allemaal voor zin? Jij bent altijd zo eigenwijs en bot. Je noemt mijn bot een eigenwijs, omdat jij zo lichtzinnig en wispelturig bent. Wat bedoel je daar in 's hemelsnaam mee? Je bent zo lichtzinnig als die gedichten die je leest. Er zit niets in, niets. Niets concreets, net als die dromen van jou. En dan praat je maar tegen de mensen. En maar praten, vooral tegen mannen. Wat is daar nou op tegen? Ja, ik heb er niks op tegen dat je praat. Maar van woorden is er maar 1 klein stapje naar daden. Ik zou zeggen dat er een heel grote stap is tussen die 2. Voor jou niet.
Wie weet of je die stap al niet gemaakt hebt. Charles, waar heb je het in hemelsnaam over? Mijn gedrag is onberispelijk. Die indruk heb ik niet. Het is de eerste indruk die telt. Dat zei mijn moeder altijd. Ja, je moeder. Ja, mijn moeder, ja. Die heel anders is dan jij. Godzijdank. Als jij zoals dat zei, dan zouden wij geen problemen hebben. Dan zou ons huwelijk volmaakt zijn. Waarom ben je dan niet met je moeder getrouwd? Ze is nog weduwe ook. Wat is dit pervers? Ja, schat, ik weet het. Ik heb te veel fantasie. Oh. Dat heb je me al 2 keer in mijn dromen verteld vannacht. Huh? Ja, in mijn dromen. Je vertelde me maar steeds wat ik wel moest doen en wat niet. En toen ging op een gegeven moment de deur wel. Ta, flauwekul. Wie kan dat zijn? Nee, ik ga wel. Jij loopt maar open zonder te vragen wie er is. Precies zoals in mijn droom. Oh, jij. Een expresbrief voor jou. Oh. Alsjeblieft. Kijk nou eens. Maurizio. Sale. Wie is dat? Dat weet ik niet. Je weet zijn naam niet wie het is. Nee, ik bedoel, ja. Of eigenlijk, ik weet het niet. Die naam heb ik verschillende keren in mijn dromen gehoord. Van... Ja, kijk eens dan. Dat is een mooie excuus tegenover een echtgenoot. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Dat alles zich herhaalt. De tweede droom was een herhaling van de eerste. En nu? Probeer jij een stiekeme verhouding met die Maurizio Sale te verdoezelen. Jij bent wel zeer doortrapt. Doortrapper dan ik dacht. Luister eens, schat. Ik ben het beu om maar steeds weer dezelfde droom te dromen. Laat me alsjeblieft wakker worden. Want deze droom is heel akelig. Mijn idee. Toch wil ik wel een verklaring. Als een droom zich herhaalt, dan moet dit ook weer een andere droom zijn. Is dit een droom, Charles? Dit is een nachtmerrie. Maar... Mijn moeder had gelijk. Vertrouw nooit een vrouw op een dak. Dit is een droom. Dit is een droom. Ik keek naar die man die onze tv-antenne repareerde. En ik zag jou het dakraam uitklimmen. Voor een wandelingetje, zoals je zei. Als een poes. Immoreel als een poes. Ja, ja. Ik herinner me dat ik dat in mijn eerdere droom ook zei. Ik droom. Dit is een droom, hè, schat? Natuurlijk droom je. Jij droomt nog altijd. Weet je wat er nu gaat gebeuren? Ga je me een verklaring geven? Ik wil wakker worden. Dit wordt allemaal nogal onaangenaam. Het is nogal pijnlijk, hè, zou ik zeggen. Als jouw gedrag en de uitdrukking op je gezicht niet zo vreemd waren, zou ik nooit een enige verhouding van jou met die Maurizio Sale gedacht hebben. Dus, als je het niet erg vindt, dan zou ik toch wel graag wat nadere bijzonderheden willen weten. Dat zou toch wel redelijk zijn, dacht ik zo niet. Hè? Redelijk, redelijk. Dromen zijn niet redelijk. Zou... En ook niet logisch. Ja, maar zou een minnaar een brief sturen naar het huis van zijn minnares? Hij had toch kunnen bellen? Nou, goed, misschien heeft hij dan geen telefoon. Er zijn genoeg telefooncellen, cafeetjes. Misschien wilde hij je spreken over iets heel dringends. Dat hij niet door de telefoon wilde zeggen. Een afscheid misschien? Nou, zeg dan wat. En hou op het steeds maar te herhalen. Het is een droom, het is een droom. Jij moet wakker worden. Wakker worden. Op dit punt, in die andere dromen, vermoord ik je. Wat? Ja, schat. Maar... En dat ga ik nou doen, zodat we meteen wakker worden. Na al die dromen heb ik een beetje honger gekregen, weet je? Nou, waar is die revolver? Och, wat stom dat had ik kunnen weten naast de boter. Maar daar ligt hij niet. Nee. Het leeft niet open, hè? Wat zou er volgende daar moeten doen? Oh, daar hangt je jasje. Daar moet hij in. Wat ga je doen? Blijf af, hij is geladen. Schat, maak je geen zorgen. Ik ga je alleen maar vermoorden en dan is de droom voorbij. Nou, even flink zijn. Nee, nee, nee. Niet doen! Even kijken of die dood is. Volgens mijn dromen zou dat zo moeten zijn. Ik zou nu wakker moeten worden. Wie kan dat zijn? In die andere dromen was ik op dat moment al wakker. Vreemd. Misschien is het goed om nog wat verder te dromen. Alleen om te kijken wat er gebeurt. En als ik dan wil,
Dan word ik onmiddellijk wakker. Oh, hallo, Laura. Hoe gaat het met je? Ja, sorry dat ik stoor, hoor. Maar ik wil alleen even weten of je nog wat nodig hebt als ik boodschappen ga doen. Of ga je misschien met me mee? Wil je niet even binnenkomen voor een kopje koffie? Ja, dat wil ik best. Graag. Vreemd. In mijn dromen ging ik geen koffie maken. Wie weet of dat wel goed is. Wat zeg je? Oh nee, niets. Laten we naar de keuken gaan. Wat ligt daar op de grond? Oh, niets bijzonders. Dat is mijn echtgenoot. Ik heb hem net vermoord. Oh! Maak me niet wakker. Anders is alles voorbij. Het gebeurt niet zo vaak, lieve Laura, dat ik me bewust ben dat ik droom. En dat ik van dingen droom die ik in werkelijkheid nooit zou doen. Nu ben ik op een punt waarop ik graag wil weten hoe het verder gaat. Natuurlijk. De eerste keren. Eerste keren? De eerste twee keren dat ik mijn man vermoorde, voelde ik me niet helemaal op mijn gemak. Omdat ik droomde. En niet in de gaten had. Wat had je niet in de gaten? Dat ik droomde. Maar nu weet ik heel goed dat ik droom. Schat, ik geloof dat je gek bent. Wat is er met je aan de hand? Wat is er eigenlijk gebeurd? Het is een spelletje. Misschien een gruwelijk spelletje. Maar als het te erg wordt, dan word ik wakker. Heel eenvoudig. Maar nu nog niet. En kijk niet zo bang. Het is allemaal maar een grapje. Mijn man ligt naast me te slapen. Misschien is het beter dat we de politie bellen. Maar misschien is hij niet dood. Volgens mij is hij dood. Ik geloof dat het voor jou beter is een dokter te bellen. Of wil je dat ik de kliniek van dokter Brentwood bel? Alsjeblieft niet doen. Ik wil zien wat de politie gaat doen. Toch zou je hier niet moeten zijn. Je moet hier niet zijn als de politie komt. Jij hebt hulp nodig. Ik zal dokter Brentwood bellen. Je vertelt me later maar wat er is gebeurd. Luister, ik help je met wat spulletjes pakken en dan bel ik de politie. Het was gewoon een ongeluk, toch? Ah, daar bent u, dokter. Vlug alsjeblieft voor de politie komt. Ze lijkt me nu wat rustiger. Wie bent u? Wat gaat u doen? Blijf van me af. Ik ken u. Ik neem u mee naar mijn kliniek. Nee, dat wil ik niet. Laat me met rust. Komt u nou maar mee, mevrouw. Blijf van me af. Ik wil wakker worden. Help. Help. Charles. Ik wil niet verder dromen. Maak me wakker. Ik wil wakker worden. Niet droom als nooit op. Kom. U hebt geluisterd naar Een in een droom gedroomde droom, een hoorspel van Patricia Monaco in de vertaling van Fred Hugas. Rolverdeling: hij Hans Veerman, zij Manon Alving, Laura Joke Reitsma Hagelen en dokter Frans Kokshoorn. Technische realisatie Ad van der Ven, regie Bert Dijkstra.